Goedenavond. Ja, triest nieuws, hè? Een meisje uit Amerika, 21 jaar oud, student hier op de universiteit, vermoord. Wat vind je ervan? Het is heel gek. We hebben het allebei vandaag, ik had het met hem over en het voelt gewoon heel raar. Ik voel me vandaag gewoon best wel slecht. En ik denk dat daardoor komt, het is gewoon onverklaarbaar, of nou ja, wel verklaarbaar dus, maar het is gewoon heel gek. Iedereen heeft het dus over inderdaad. Ik ben zelf vandaag naar de HAS gegaan waar ze werkte. En het is heel raar om haar daar niet te zien staan. Want het was altijd zelfs echt onderdeel van HAS. Dat is heel gek en het is gewoon een beetje, iedereen is een beetje down vandaag. Dat is de kebabshop op de Foodplaza, ja. Hè? Ze was daar een bekend gezicht inderdaad. Ja, hoe is over het algemeen de stemming onder studenten als je ze spreekt? Zijn ze geschokt? Ja, wij zijn heel veel met internationals, want we doen een internationale studie. En eerst al, ik weet niet of je ervan hebt gehoord, waarschijnlijk wel, van het schietincident in Kralingen. En dan nu dit, dat heel veel internationals het toch wat minder veilig ervaren als ze hadden gedacht van Nederland. Sarah was 21 jaar, kwam uit Amerika. Ze was net in Nederland. Wat was het voor een meisje? Nou, ik kende haar niet heel goed. Ik zag haar alleen achter de balie staan. Maar ze was altijd aardig, altijd lachen. Gewoon maakte het veel beter om kebab te komen halen. Er is een man aangehouden, een verdachte. Hoogstwaarschijnlijk is dat haar roommate, haar kamergenoot. Mm-hmm. Dat maakt het nog veel bizarrer, hè? Ja, ik zou me niet voor kunnen stellen dat je daarvoor bang moet zijn. Dat je eigen huisgenoot. Ik weet het precieze verhaal, dat weet ik natuurlijk niet. Dat weet niemand volgens mij. Maar heel gek, ja. Heel eng. Like, just in general, I just feel quite sad about that. It's kind of not nice at all. I did know her, I saw her around. She worked at Haas here. So it was like very shocking to hear about this. She worked in the kebab shop, eh? In the Food Plaza. Yeah. Are you shocked? Yeah, very. I think a lot of people are very shocked. I heard it was trending on all the WhatsApp groups on the university. Yeah, that's true. I heard about it on multiple groups within the university, yeah. How is the general feeling? Is the general feeling this is an incident, or is it a feeling from I feel unsafe now? Yeah, it's both like very like a lot of sadness, but also a lot of fear in case like something like this might happen again. It's like quite common these days. The peculiar thing is that the guy who probably did it was her roommate. Yeah, just knowing that it's quite scary. Like, I don't think it's very good. I think a lot of people become like untrustworthy of their roommates or like people they're close to, and it's not a good thing. No.